Hoi, ik ben Elise van Huus.nl. Welkom op ons YouTube-kanaal. In deze video ga ik van jullie vandaag meenemen bij de top 5 industriële trends voor 2020. Wil jij nu wekelijks op de hoogte blijven van onze meubels, trends en tips? Vergeet dan zeker niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Nu kunnen we snel beginnen. De eerste trend is de robuuste look. Maak gebruik van houten meubels in je interieur met een stalen frame. Ook donkere kleuren en stoere accessoires in je interieur doen heel veel om deze look te kunnen creëren. De tweede trend is het botanische interieur. Dit blijft in 2020 nog zeker een trend. In een botanisch interieur kunnen de planten niet ontbreken. Maak dus gebruik van een grote en mooie groene plant in je interieur. Die dient als een echte eyecatcher. Niet alleen dat, maar je kunt ook botanische prints gebruiken. Bijvoorbeeld in kussens of in een mooi behang. De derde trend is de velourse stof. Een velourse stof is een zachte stof die goed te combineren valt met de industriële stijl. De velourse stof kun je goed terug laten komen in je interieur in gebruik van kussens of voor de stof voor banken, fauteuils en eetkamerstoelen. De vierde trend is goud. Om helemaal de blitz te maken in 2020 kun je goud toevoegen in je interieur. Doe dit door middel van accessoires en laat deze terugkomen op verschillende plekken in je interieur, zodat het één geheel wordt en niet te rommelig. De laatste trend is de kleur blush. Deze kleur komt in 2020 steeds vaker voor in het interieur. Pas deze kleur toe in het gebruik van kussens voor in de bank of als kleur voor op de muur. Je kunt het ook gebruiken als kleur voor in de stof van bijvoorbeeld een fauteuil. Dit waren dan alle 5 trends. Bedankt voor het kijken en vergeet zeker niet te abonneren en te liken. Tot de volgende keer!